Ik zal, hoop ik, aan jou alles kunnen toevertrouwen. Zoals ik het nog aan niemand heb gekund. En ik hoop dat je een grote steun voor me zult zijn. Wie anders dan ikzelf zal later lezen wat ik hier schrijf? Wie anders dan ikzelf zal me troosten? Mijn dagboek. Dat is mijn begin en eindpunt. Ja, ik wilde al vanaf heel jong, toen ik 8 jaar was, toen wilde ik zangeres worden. En toen ik 13 was, begon ik met de jeugdtheaterschool. En toen dacht ik, volgens mij is actrice worden ook heel erg leuk. Dus ik, toen wilde ik ineens heel graag actrice worden. En nu ben ik eigenlijk een beetje allebei. En daar ben ik heel blij mee. Wat mag je in deze voorstelling spelen? Ik wilde heel graag in deze voorstelling spelen, omdat ik het verhaal van Anne Frank heel mooi, kun je bijna niet zeggen, maar ik vond haar verhaal altijd heel interessant. Het boek vond ik heel mooi en ik had op school heel veel over Anne Frank gehoord en toen dacht ik, wauw, toen kreeg ik in mijn mailbox of ik auditie wilde doen voor de rol van Anne Frank. En de regisseur van het stuk, die vind ik heel erg goed. Dus toen dacht ik, wauw, daar gaat Teu Boermans, zo heet de regisseur, die ging het dan maken. En toen dacht ik, ja, maar dat wil ik heel graag. Want dan kan ik en Anne Frank spelen en dan kan ik ook nog eens met de regisseur werken. Ja, dus daarom eigenlijk. Ik ben Mika van de Sint-Rietschool. En hoe vaak heb je het al gespeeld? Volgens mij zitten we zo rond de 130, klopt dat, Hanna? Ja, 130 keer hebben we het nu gespeeld, waarvan ik er eentje dan niet heb gedaan. Rob, we mogen soms een vrije dag opnemen en dan is er een tweede Dr. Pfeffer en een derde Dr. Pfeffer. Dus iedereen heeft bijna nog 2 andere mensen die het ook kunnen spelen. En wat waren jouw redenen om auditie te doen? Mijn redenen om auditie te doen. Ja, je wordt dan gebeld en dan om te vragen of je auditie wil doen. En ik vond het lijkt me net als wat Rosa vertelde, vond ik het een heel mooi project. En daarom heb ik eigenlijk auditie gedaan. Ja. Vind je ook eng om op het podium te staan? Het begin vond ik wel altijd eng hoor. De eerste paar weken was iedere keer weer heel spannend. Het is ook zo groot en zo. Maar langzamerhand gaat dat ook een beetje wennen weer. Dat je denkt, het valt eigenlijk wel mee hoe groot het is. Maar dan moet ik af en toe weer eens achter me kijken en dan denk ik, jeetje, dat is best wel groot. Alleen hier kan ik alles kwijt. Afgelopen voor ons allemaal opgeruimd. Vielleicht dat iedereen dan ook maar van zijn eigen centen moet leven. Na de oorlog. Ik heb het erover. Soms denk ik, dat is maar een luchtkasteel. Dat kan toch nooit werkelijkheid worden? Voor Eva. Ik ben Anne-Sterre en ik zit op de 6e Montessori-school. En zou jij dit ook hebben gedaan als jij in de Tweede Wereldoorlog had geleefd? Ja, dat is een mooie vraag. Daar heb ik wel vaker over nagedacht. Ik heb zelf een klein kindje en nu ik een kindje heb, denk ik daar toch wat anders over. Omdat je dan ook voor zorg draagt voor iemand anders. Ik weet een personage wat ik speel, Miep, die had zelf geen kinderen en die was met haar man Jan.
En die hebben natuurlijk de onderduikers 2 jaar lang geholpen. En dat vind ik hele moedige mensen, al zouden ze dat zelf niet zo, dat vonden ze zelf niet zo. Maar dat vind ik toch wel helden. En ik hoop wel dat als ik in zo'n oorlogstijd geleefd zou hebben, dat ik wel op een of andere manier mijn steentje zou kunnen bijdragen. Ik weet niet of ik mensen in huis had genomen of zo voor mensen had gezorgd. Ik vind dat zelf een hele moeilijke vraag. Maar ik hoop wel dat ik op een of andere manier toch had kunnen helpen. Waren jullie blij met de rol die jullie kregen? Nou, ik deed inderdaad eerst auditie voor de rol van Otto Frank. Maar toen bleef ik... Je wordt gevraagd voor een auditie en dan word je eigenlijk al gevraagd voor een bepaalde rol. Dus ik heb ook auditie gedaan voor deze rol. En ik ben waanzinnig blij dat ik die heb gekregen, want ik vind het toch nog steeds, na 130 keer zelfs, vind ik het nog steeds leuk om te spelen. Met fijne collega's en zo. Ja.